Hey, welkom bij weer een nieuwe Not So Berry Challenge video. We zijn alweer bij aflevering nummer 7 uit mijn hoofd. Dus het gaat heel hard. De nieuwe generatie, generatie rood, is er. Onze baby Roan. Oké, ik ga eerlijk met je zijn. Ik was al begonnen met deze aflevering. Ik was ook al een heel eind. En toen crashte mijn spel en nu kan ik helemaal opnieuw beginnen. Dus het is de tweede keer dat ik hier weer verder ga. Maar het is niet anders. Ik baal er echt enorm van. Vooral omdat Mees nu al een uur slaapt. Ik dus een uur aan het filmen was. En de kans heel klein is dat hij nog een uur slaapt. Dus als je het donker ziet worden achter mij door deze aflevering heen, dan weet je dat ik het in meerdere keren moest opnemen. Maar goed, we gaan vol frisse moed er weer tegenaan. Gelijk weer een les voor mij om vaker op te slaan. Maar laten we maar gewoon beginnen. Onze baby Roan is dus net geboren. We hoeven pas over 2 dagen weer te werken. Dus we hebben ook tijd om even aan die ondeugdvaardigheid te werken. Die is nu op nummer 9. Dus we hoeven er nog maar eentje. Verder moeten we ook nog even met Marcus trouwen. Want dan krijgen we geld. En ik denk dat we gewoon straks onmiddellijk gaan trouwen. In plaats van een hele bruiloft. Omwille van alles wat ik nog moet doen voor die challenge. Ze hebben al een kindje, dus ik denk dat ze meer uit juridische overwegingen nu trouwen dan dat ze echt een hele bruiloft voor zich ziet. Oh ja, en in de vorige aflevering heb ik dus ook ontdekt hoe je een voedelpop kunt fixen. Schijnt super makkelijk te zijn. Je kunt er gewoon één via de computer kopen als je de ondeugdvaardigheid op minimaal level 3 hebt. Sorry voor alle frustraties als je de vorige aflevering hebt gezien en dit al lang wist. Maar we gaan er dus eentje kopen. Die dingen zijn echt vet duur trouwens. En we moeten dus 5 keer voedsel bedrijven. Ik denk dat ik straks Summer even uitnodig, want dan gebruik ik haar om de ondeugdvaardigheid te ontwikkelen. En dan kan ik dus ook voedsel op haar bedrijven. Oh ja, en we moeten dus met Marcus trouwen. Zullen we dat gewoon nu doen? Why not? Lekker in de keuken. Niks is romantischer. Oh. Marcus haat de inrichting blijkbaar. Heftig. Oh, ze zijn aan het trouwen. Oh, en het sneeuwt buiten. Dat is wel echt heel cute. Oh, ja, ze zijn getrouwd. Oké, 7500 euro gekregen. Niet mis. Wat? Wacht, wat stond daar nou? Dit is voor Mint en Marcus allebei hun eerste zoen. Lijkt me sterk. Maar goed, wie ben ik? Stil mijn jongen. Papa en mama zijn net getrouwd. Voor geld. Maar ook voor jou natuurlijk. Laten we onze beste vriendin Summer uitnodigen. En voedsel op haar bedrijven. Op haar bedrijven, dat klinkt echt heel smerig om de een of andere reden. Oh, iedereen loopt nog steeds met een zak over het hoofd. Maar ik ben wel een herroepingsproces gestart. Oh nee, oh, nu stop ik hem. Nee, niet stoppen. Oh shit, ik heb hem per ongeluk gestopt. Oh, ik moet handtekeningen verzamelen daarvoor. Oké, laat ik dat dan in ieder geval bij Marcus doen. Marcus, waar ben je? En dan bij Summer. En dan kan ik op mijn werk misschien nog mensen vragen. Oké, Summer Holiday komt zo langs. Kijk, daar is ze al. Oké, voordat we allemaal ondeugende dingen gaan doen, gaan we eerst even haar handtekening vragen. Oh, wacht. En die voedselpop natuurlijk. Kijk, Mint nou even fixen dat hij zo... Oh. Ze wil geen handtekening geven. Ik heb gehoord dat jij niet zo goed kunt onderhandelen. Zal ik je meenemen naar de vlooienmarkt en je te laten zien hoe een pro een geweldig prijs voor elkaar kan boksen? Nu even niet pakken, A. Ik ben even bezig. Kijk, ze is bezig. Oh, ze heeft de voedselpop gebonden aan Summer Holiday. Oké. Dus nu kunnen we voedselbedrijven kietelen. Kijken of het ook gebeurt. Zo te zien niet. Voedselbedrijven porren. Er gebeurt niks met Summer, dus volgens mij zijn mijn pogingen niet heel succesvol. Maar ze tellen wel.
voor het doel is het wel gelukt, maar er lijkt echt niks met Summer te gebeuren. Dus dat is een beetje jammer. Nou, we gaan haar naar uitgerekende datum vragen, beweren topcrimineel te zijn. En dan proberen we daarna ook nog wel even die handtekening te fixen. Marcus, ga jij maar even hard werken. Ik vind het altijd heel bijzonder dat als er Sims bij je over de vloer komen, dat die altijd gewoon achter je computer gaan zitten. Ik bedoel, hoe random zou dat zijn als ik iemand uitnodig en diegene gaat gewoon achter mijn computer zitten. Op mijn slaapkamer ook nog. Oh, kijk. Haar vaardigheid gaat echt ziek snel omhoog. Yes! Vaardigheid maximaal. Oké, dat betekent Mint heeft net haar droom van het worden van een enorm lastpak zien uitkomen. Er komt heel wat bij kijken om zo irritant te doen. Eigenschap verdient kwelgeest. Mint kan voorwerpen en andere sims saboteren. Oké, wil ze nu dan wel ook een handtekening geven? Hey, kan ik haar niet meer om haar handtekening vragen? Oh, ik heb nog 0 handtekeningen, dus Marcus heeft ook niet zijn handtekening gegeven. Wat lullig. Oké, maar we moeten ook nog onze inzichtvaardigheid verhogen. Dus laten we dat ook gelijk doen. Oeh, Marcus is gepromoveerd tot aanvoerder van het dansteam. Top. Yes, inzicht niveau 8. Oké, het gaat echt super met de challenge. Oké, laat ik nog even 1 keer alle regels van deze challenge doornemen, want we zijn nu echt ver onderweg. Oké, komt-ie. Generatie Mint. Regels. Voltooi de wetenschappencarrière. Oké, dat is echt volgens mij de enige waar we nog veel moeten doen. Want we moeten nog 3 of 4 keer promoveren. En voltooi het doel ondeugdbaas. Die kunnen we afvinken. Behaal het hoogste doel van de ondeugd. Kunnen we ook afvinken. En inzichtvaardigheid. Daar moeten we er nog 2. Maak je elementencollectie compleet. En dat gaat op zich wel redelijk. We moeten alleen even... Ja, hoeveel moesten we er nog? 2, 4, 5. 6. Ik kan echt niet tellen, jongen. Nog 6. Maar op zich, ja. In het ergste geval moet ik heel de wereld rond om te zoeken naar de kristallen. Maar om die maak ik me het minst druk. Het gaat me nu vooral om de inzichtvaardigheid, maar die gaat ook al redelijk goed. Ja, en dus dat promoveren de hele tijd. Want ik denk niet dat we deze aflevering nog gaan promoveren. Omdat ik echt nog maar bij gemiddeld ben. Maar ja, wie weet. Ik hou altijd hoop, zoals jullie weten. Oké, die inzichtvaardigheid gaat echt super snel. Rowan is bijna jarig. Yay! Wat gaat ze doen? Oh, reageer op eerste sneeuw. Oh, ik ben zo bang steeds dat zij ontvoerd wordt door aliens en dat ze dan zwanger raakt. Oh, ik krijg echt een hartverzakking. Mint is ook bijna jarig. Zij is tegelijk jarig. Oh nee, Rowan is nu vandaag jarig. Mint moet over ongeveer 1 uur aan het werk, maar ze heeft wel honger. Ze eet gewoon zijn tuinsalade op. Vet lullig. Oké, we gaan wel mee. Want van de vorige aflevering heb ik geleerd dat haarzelf naar haar werk laten gaan niet per se de slimste manier is om haar te laten promoveren. Ja, en ik hoop dus dat ik misschien nog hier en daar een kristalletje mee kan pakken op het werk. Ik moet dus iets met toeristen doen, maar ik weet nog steeds niet waar die zijn. Ja, ik denk dat het die mensen zijn verderop, maar dan moet ik zo ver weg van de locatie. Blijkbaar zijn er nu ook aliens bij ons aan het werk die vermomd zijn als echte mensen. En ik denk dat Twan er eentje van is, want die ken ik nog niet. Oké, ik moet een collega opdragen om planten te analyseren. Maar dit zijn ook allemaal nieuwe collega's. Dus dit zouden allemaal aliens kunnen zijn. Ja, hij maakt dat ding stuk. Dit is dus sowieso een alien, hè? De werkdag is weer bijna voorbij. Oké, laat ik anders snel even wat kristallen zoeken, want de rest ga ik toch niet meer redden. Shit, te laat. Mint heeft vandaag goed werk verricht. Oké, we zijn nog steeds bij gemiddeld. We zijn dus echt nauwelijks vooruit gegaan. Oh, dit wordt echt een lange weg, joh. Inzicht niveau 9. Oké.
dat gaat ook de goede kant op. Oké, we gaan weer naar het werk. We gaan sowieso niet promoveren. Ik denk dat ik zelfs misschien de keer hierna nog niet eens promoveer. Maar ik ga echt mijn best doen. Ik moet zeggen, de vorige keer ging het ook niet fantastisch. Even kijken. Een sim synthetisch voedsel geven. Nou, die heb ik hier toevallig nog staan op die kloonmachine. Die geven we wel aan Supriya. Zo. Simstral met hersenspoelen verbeteren zitten. En ik moet een spooksmurrie serum mixen. Spooksmurrie. Oké. We gaan vandaag echt even stappen maken. Ik voel het. Ik moet een plant klonen. Oké, ik ga wel heel lekker, moet ik zeggen. Dus dat is chill. Een ongetest serum aan een collega geven. Oh, daar heb ik dat spookserum voor. Oh, ik moet ook een serum klonen. Laat ik dat dan eerst doen. Oh, ik hoop zo dat ik echt veel progressie ga maken. Maar ik denk het wel, want dat beker dingetje is helemaal happy. Echt, ik ben op het werk de meeste tijd kwijt aan mijn collega's zoeken. Maar wacht, hier is ze. Oké, de werkdag is bijna voorbij. We zijn nu dus nog gemiddeld. Ik hoop dat we in ieder geval wel aan het einde van goed zitten. Anders wordt het de volgende keer ook nog lastig om te promoveren. Oh, Mint heeft vandaag fantastisch werk verricht. Oké, dat is een goed teken. Dat betekent meestal dat je best wel een eindje bent opgeschoten. Nu maar hopen dat ik de volgende keer dan kan promoveren. We zijn bij goed, dus het zou denk ik kunnen. Hoop ik. Oh, de topspeler gebruikt Marcus sinds kort als een soort van voetveeg. Het begint nu echt ergerlijk en irritant te worden. Moet hij er iets van zeggen of het maar over zich heen laten komen? Confronteren. Nee. Nee. Ik zit even niet op te letten en ze is ontvoerd door aliens. Nee. Oh. Als ze maar niet zwanger terugkomt, want twee peuters, dat trek ik niet hoor. Oh, perfecte timing. Wacht, wat past bij die generatie? Je had alles wat je wilde als kind, maar verlangde altijd naar meer. Carrière gefocust. En het wordt een heethoofdsnop en romantisch. Dus romantisch. Dan past Charmeur wel. Oh, onze Rohan. Hij heeft zelfs een rood, nou ja, oranje shirt aan. Oké, we gaan hem gelijk aanpassen. Terwijl Mint nog steeds ontvoerd wordt. Oh my goodness. Ik hoop toch niet dat ze zwanger is. Oké, hier is onze Rohan. Oh, wat een cutie. Oké, laten we eerst even die trui uitdoen. Want ik kan nu niet zien hoe zijn haar eruit ziet. Ik doe hem alvast even iets rood. Oh, zijn haar is echt heel leuk. Nou, dan maken we rood. Ja, ik vind dit truitje eigenlijk wel heel cute. Dan doen we er een mooie rode broek bij. Het is echt een cutie. Oh, dit is lief. Oh, kijk nou, een kerst onesie. Oh, en hij heeft zo'n doerak op. Dat is ook cute. Maar dan wel rood. Oh, hij is echt om op te eten gewoon. Zie die zonnebril. Oh, dat vind ik echt te schattig. Die ga ik ook gewoon oplaten. Oh, ik ben echt zo bang dat Mint zwanger terugkomt. Maar ja, dat heb ik nu al vaak genoeg gezegd, denk ik. Kijk nou, wat een cutie. Dat is toch niet te doen. De volgende generatie. Ik heb echt zin ook om met hem te spelen. Oh, hij huilt. Oh nee. Omdat hij het koud heeft. Doe maar gauw je winterkleren aan, vriendje. Marcus slaapt. Mint wordt nog steeds ontvoerd. En ze moet morgen werken en haar behoeften zijn natuurlijk helemaal niet goed nu. Oh, daar is ze. Mint weet nooit wat er in het donker op de loer ligt. De duisternis is niets dan een sluier om de meest afgrijzelijke en angstaanjagende wezens van de nacht te verbergen. Ze heeft het gevoel dat ze elk moment tevoorschijn kunnen komen. En de laatste tijd blijft een man genaamd Vladislaus maar bellen. Maar ik heb helemaal niet dat vampierpack. Bijzonder. Is ze zwanger? Dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Het zien van al die adembenemende buitenaardse technologie doet een sim duizelen.
Zelfs als die technologie op jou wordt gebruikt. Oh dear. Ik kan geen zwangerschapstest doen. Oh, ik hoop niet dat ze zwanger is. Maar volgens mij komt er dan meestal te staan dat ze zich vreemd voelt. Als ze wel zwanger is. Dus ik denk dat we er goed van af zijn gekomen. Oké, ik denk dat ik de video hier ga stoppen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We hebben best wel wat dingetjes af kunnen vinken. De ondeugdvaardigheid en het ondeugdbaas doel. Inzichtvaardigheid hoeven we nog maar eentje. Ja, en dat promoveren, hè. Ik hoop dat ik het voor elkaar krijg voordat Rowan volwassen is. Maar dat moet toch wel lukken, lijkt me. Heel misschien is ze de volgende aflevering zwanger van een alien. Maar volgens mij komt het er dan gelijk te staan dat ze zich niet lekker voelt of zo. Dus ik denk dat het niet gebeurd is, maar wie weet. En ik moet haar dus nog beter in de gaten houden, zodat ze niet weer ontvoerd wordt en wel zwanger raakt. Want als ze nog een keer zwanger raakt, dan moet het wel voor Marcus zijn, vind ik. Ja, en verder is Rowan natuurlijk een peuter, dus zal hij de volgende aflevering misschien al wel een kind worden. En ja, we komen steeds verder en ik vind het zo leuk dat de rode generatie er nu ook is. En dat hij nu ook rood haar heeft en zo, vet cute. Dus ja, ik zie jullie heel graag de volgende keer weer bij de Not So Berry Challenge.